Nou, ik geloof dat ik dit stukje weer even voor gezien hou. Ik heb hier bij de eend op zitten ruimen. En het is heel leuk als je aan het opruimen bent. Want dan kom je allemaal plantjes tegen. Of dan vallen je ineens weer andere dingen op. En er staat hier, ik zal even laten zien. Als je aan het filmen bent, dan kan je niet heen en weer draaien blijkbaar. Hier is het nestje. Ik heb opgeruimd. En nou ja, ik zie hier de koekoeksbloem. Ik staat hier heel prachtig in bloei. Dat was me net eigenlijk helemaal niet opgevallen. De citroenmelisse staat er een beetje sneu bij. Die heeft andere jaren het veel mooier gedaan. Ik zie ook weer dat er elzenhaantjes in komen. Daar moet ik eens over gaan lezen waarom die er zijn. En hoe ik die dat weer beter in balans kan krijgen. Die vreten alles op. Vorig jaar hebben ze allemaal pepermunt opgegeten. Ik zie ze daar ook. Oké. Okay. Ik zie daar ook allemaal een heleboel bodemleven. Ik probeer altijd zoveel mogelijk de hele kleine rode beestjes. Ik weet niet eens wat dat is. Ik probeer de bodem altijd bedekt te houden. Nu waren er heel veel kruipers, dus ik moest wel even wat weghalen. Om de bodem weer te zien en kijken wat ik daar mee ga doen. Nou ja, goed, een andere keer ga ik even kijken of ik planten ga verschuiven of nieuwe dingen ga planten hier. Maar nu is het even opgeruimd. Kijk, hier is ook de marjolein. Of nee, de rozemarijn. Die staat echt prachtig in bloei. Echt al heel lang eigenlijk in heel mooi in bloei. Sinds de eend hier is komen broeden. En dit is ook een... Dit is een witte... Dit hoefblad, zo even uit mijn hoofd. Dat is een eerste voorjaarsbloemer. Die komt eerst met een bloem uit de grond. En dan komen de bladeren. Die is ook wel heel, heel bijzonder. En ja, de beraam die staat hier. De ene helft ziet er heel mooi uit. En de andere helft ook wat minder verdroogd. Nou goed, ik kan alweer een beetje tussen de... Dus in de jungle kan ik het nu een beetje zien. De bieslook die staat eigenlijk heel mooi in bloei. Het is nog een beetje een wild stukje. Wel oregano zie ik. En dit heb ik leeg gehaald. Hier wil ik ook wat andere kruiden. Dat is ook helemaal volgegroeid. De pepermunt die is echt heel wild. Die komt overal naar boven. Maar dat laat ik denk ik een beetje gaan. Mijn idee is ook van als ik toch niks anders weet of ik het niet heel erg vind, dan laat ik dat gaan. En dan ga ik het een andere keer iets anders mee doen. Vooral nu vind ik het wel even mooi zo. Oké. Tot de volgende keer. Ja, kan ik zo even doen. Doeg!